3, 2, 1, Oké. En de hakken zetten we weer elke keer zijn eigen tempo. Yes! Tijdens de eerste lockdown al in maart weer natuurlijk een balen dat mijn normale lessen net terug in mochten. En toen ben ik eigenlijk bedacht van nou, hoe kan ik mijn sporters toch ontsporten houden. En normaal mijn bootcamp lessen ben ik hier lekker ontsporten. Dus ik dacht, nou ja, in plaats van dat ik de opdracht jou ging gewoon een briefje deel bij de opdracht erop. En dan kan ieder sporter individueel de bidel en toch de oefening doen die we ons dan doen. Even zien. Oh, het is joggen, maar heugenknibbels. Oh. Omheug? Ja. Die 30 seconden. Yes? Oh, ja. Ja. Go, go, go. Heugenknibbels. Nou, ik ga hem de drill. Dus alle weken train ik een stuk of 50, 60 sporters hier in en om eerste maart. En nou ja, die wil ik natuurlijk graag aan het sporten houden. Goed zo, maar we maken nog even. Hop vol. 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan naar het volgende. Drie, twee, één, en stop maar. En door. Nou, ik ben nu 10 oefeningen over een parcours van ongeveer 1 kilometer. En dan om x aantal meters nou ja, oefening. Die het eigenlijk voor iedereen te dwan binnen. Dan ben ik heel veel mensen die het net bij me sporten, die het mij door. En dat is alleen maar hartstikke leuk. Yes. Ik heb heel veel toevallige passanten die het zeuren. Hey, hier hing je oefening, wat leuk, dat doe ik even. Dus meer dan slagen. Biertje van de uitzien in Bleeuwen. Maar het was geen wijde beginnen rijden. Goed voor uitzien in Bleeuwen. Rustig stappen, net snel. Werd er al een soort gebroek van maken? Er werd regelmatig gebroek van maken. De eerste lockdown wat meer, maar ja, toen ziet het waar ik wat meer mij. Wie het meest misschien nog iets enthousiaster. De tweede keer, terwijl ik aan het ophingen wie, kreeg ik de eerste post op Instagram al binnen van mensen die zijn yes, het kan weg. Dus er werd zeker nog gebroek van maken. Yes, nog twee, kom op. Top, clear. Maar dan ben ik gewoon door waar de auto's hier ja.